kan de vinger wijzen. Ja, die zijn schuld, dat zijn schuld, aardbeving, weet ik veel. Dan wijzen 1, 2, 3 vingers naar jezelf. Dus je bent gewoon zelf verantwoordelijk voor alles wat jij doet. Natuurlijk heb je sommige dingen een beetje pech en sommige dingen heb je ook een beetje geluk. Maar die dingen die ik gecreëerd heb, heb ik gewoon zelf veroorzaakt. Test 1, 2, 3. Test. Hoe is het? Ben je lekker op uit? Alles goed. Niemand wordt geboren als rebel. Behalve Glenn Helder. Glenn Helder werd dat wel. En natuurlijk John de Wolf. Want toen hij ter wereld kwam, had hij haar tot op zijn schouders. En een zijde blousie aan. Toen ik voetbalde kwam het plannetje FC Rebel al een beetje naar boven. Ik keek het programma van VI, Johan Derksen, keek ik regelmatig. En ik snap volkomen waarom hij grapjes maakt over iedereen en alles. Maar eigenlijk is het wel over de rug van iemand anders. Louis Vergaal wordt vaak voor joker gezet. Manolev, noem het maar op, Ron Jans. Ik ben er zelf ook een paar keer door de slijk gehaald. Maar die boeken van der Gijp en Kieft en van der Meijden, die verkopen wel goed. En toen dacht ik van, waarom verkopen die goed? Die steken eigenlijk de draak met jezelf, stellen zich kwetsbaar op. En dat vinden mensen mooi om te lezen, om te horen. En toen dacht ik van, als je nou tegen die types kunt voetballen of daar verhalen van kunt horen, dan heb je een mooie combi. En ze hebben ergens rebels gedrag vertoond en daar kwam bij mij het kwartje, ja, FC de Rebellen. Ode aan de rebellen. Natuurlijk zullen wij vertellen over de paas die kwam van Murenschoen, waarop Marco schoot, zonder te kijken, Holland kampioen. Ja, het heet de rebellen. Het zijn dus, weet je, oud-voetballers met een krasje. Nou, ik heb een kruis, kan je bijna wel zeggen. Ja, rebel. Ik had vroeger waarschijnlijk ook een beetje rebelse... hoe moet ik het zeggen? Niemand wordt geboren als rebel. Alleen Ricky van den Berg, ja, Ricky werd dat wel. Kijk, als het echt qua voetbal, dan ben ik wel rebels. Tenminste, ja, rebels, dat klinkt een beetje raar, maar ja, ik had wel mijn bekje bij me. Ik kon gewoon heel verschrikkelijk slecht tegen mijn verlies. Ik kon slecht omgaan met beslissingen van scheidsrechters. Dat is misschien nog wel mijn grootste probleem geweest. Ik kon slecht omgaan met wissel zitten. Daar kon ik totaal niet mee omgaan, omdat ik altijd vond dat ik moest spelen. Omdat bij de clubs waar ik heb gespeeld, ik zeker niet de minste was voor degene die op mijn positie speelde en doen. Maar dat ik altijd het gevoel had dat ze het deden omdat ze me niet mochten. Wat hen verbindt, werd ooit door de voorzitter van Heracles Almelo, Jan Smit, enorm goed neergezet toen we daar een keer waren. Alle rebellen zijn voetballers waarvan je zegt van, daar had meer in gezeten. In hun carrière. En dat hebben ze er niet uitgehaald omdat ze of tegen draads waren of te veel van het fijne leven hielden. Dat soort dingen. Verkeerde vrienden. Verkeerde vrienden, verkeerde keuzes. Kijk, als je John de Wolf hoort praten over het WK-incident met het kaarten. Als dat niet was gebeurd, had hij een geweldige interlandcarrière kunnen hebben. Toen heb ik daar een beetje gekeken of ik Johnny Kazan kon zijn. En zo proberen te geven dat je af de joker steeds kreeg. Tot je af en toe de joker kreeg. Oh, ja, nee. En op een gegeven moment. En dat lukte dus kennelijk. Ja, het lukte een paar keer. En op een gegeven moment hoor je van, hé, volgens mij dat. Ja, en op dat moment weet je gewoon tot eigenlijk de grond onder je wegzakt. Want er was geen ontkennen aan. Nee, maar ik vind, het is wel een grote smet op mijn persoon, op mijn leven en op mijn carrière. En daar heb ik tot aan de dag van vandaag heb ik daar verschrikkelijk veel spijt van. En heb ik het best wel moeilijk mee gehad. En ja, je zal ook merken in het theater als ik erover praat. Ja, ik hoef niet de lachers op mijn hand te hebben daarin, in dat verhaal. Ik praat vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel. En elke keer als ik het verhaal vertel, heb ik het er nog steeds moeilijk mee. Ik zit net naar die foto's te kijken. Want een aantal van deze jongens kom jij in je werk bij Fox gewoon elk weekend tegen. Ja. Gaat dat goed? Of is er nog steeds... Kijk, het zal nooit meer oude jongens krentenbrood worden. En terecht, want dat zou ik andersom ook niet doen. Maar ik ben wel weer blij dat we gewoon normaal met elkaar kunnen praten. En dat het eigenlijk vergeven is. Ja. Ode aan de rebellen. Natuurlijk
zullen wij vertellen over hoe toen Jack van Gelder uren Dennis Bergkamp riep. En toen Van Gaal zijn klasse toonde door het wisselen van de kiep. Ik heb ook gewoon dat je, weet je, mensen vragen vaak, Glenn, wat zou je nou anders doen in je leven als je over kon doen, hè? Ik zeg, alles op rood in plaats van zwart. Ik zit nog serieus te luisteren ook naar dit. Ik was een gokverslaaf voordat ik dus betaald voetbal in kwam. Ja, wat is dan de verleiding in mijn situatie? Is dat op een gegeven moment verdien je veel meer geld. En je kan heel veel fouten kan je dan compenseren. En dan moet je een sterk karakter hebben. En dat karakter wat ik had in het veld, want in het veld had ik gewoon over mijn lijkmentaliteit. Die had ik dus niet buiten het veld. Jij hebt lange tijd voor het grote Arsenal mogen spelen. Had je zelf afgedwongen op kwaliteit. Maar dan zat je onder andere in een elftal met deze man, Ian Wright. Dus voor degene die geen onderscheid kunnen maken, is die linker. En dat is nou volgens mij een gozer. Een dag niet gelachen, een dag niet geleefd. Hè. Dat is echt, dat moet superleuk geweest zijn. Vertel. Topfan. Ik leerde je 20 jaar geleden kennen met Ian Wright. Ja. Toen liepen wij door Londen en toen liepen jullie te gokken. Gokken, ja. Jij zei, Ian, next car coming from the right is a red car. Ja. Weet je nog wat Ian zei? Ja, wat zei hij nou? Zei next car coming from the right is a black car. Zwarte car, hè, zei hij. Hè? Ja, zwarte, ja, zwarte car. Ja. 100 quid. Ja, 100 pond. Sukkels. Hebben we de beter getikt? Ja, dat was die tijd, hè. En op een gegeven moment allemaal zeep in je over je hoofd en je ogen. En je voelt op een gegeven moment een warmere straal over je rechterbeen die niet klopt met die douchestraal. Dus, je kan niet gelijk je oog open doen, want het is vol met zeep. Maar ondertussen bleef die straal gewoon doorgaan. Dus ik kijk naar rechts en die zegt, ja, ik ben het. Die rode zijn het lekkerste, hè, die rode lollies. Die heb je als eerste opgegeten, volgens mij. Lekker soepie, een broodje, lekker bomen. Poppen naar de bellen. Dinsdag ga je mee, hè, reislijker. Toch? Ik ben een gelukkig mens, ik ben gezond, mijn kinderen zijn gezond. Ik heb een heerlijk huis, ik heb een auto. We kunnen op vakantie, we kunnen lekker eten. Het belangrijkste, mijn ijskast is elke dag gevuld. Nou, ik ben een gelukkig persoon, man. Het is toch vreselijk hoe sommige mensen auto rijden. Schrikkelijk. Bij mij was het vroeger ook altijd, het was altijd ellende gewoon. Schilderswijk, wat is ellende? Nou ja, ik had de buurt, mijn moeder. Moeder was geen ellende, maar was gewoon alcoholist en best wel zwaar. Ja, dat was wel, in ons gezin was dat wel een issue, een groot probleem. Ik zie nu mijn zoon, is 7. Ja, als wij vroeger, ik en mijn broer vroeger thuis kwamen, om 6 uur 's avonds als het donker was in deze winterperiode. Ja, zat ze gewoon dronken op de bank naar andere hazes te luisteren, weet je, en alles donker. En huilen, constant huilen. En ze werd gewoon een duivel, echt. En zeker voor mij. En op een gegeven moment staan we 3-1 achter. En denk een minuut of 4 voor tijd. Lerren Duarte die paast een bal achter de verdediging. Ik neem zoals de mensen mij kennen hem weergeloos aan. Ja, is geen geintje, Ja, kijk, en dan moet je uiteindelijk, en dat zeg ik ook, dan moet je gaan voetballen. En dan was voetbal een uitlaatklep. En wij liepen tot 's nachts 12 uur buiten. Was het ook een vlucht om thuis? Zeker, ja. Ik sliep ook heel vaak bij vriendjes. En ik was altijd bij vriendjes aan het slapen, omdat er thuis gewoon heel veel ruzie was. En dat was moeilijk. En dat hakte er gewoon in. Ik ben een jongen uit Den Haag. Ik hou van een beetje sfeer en gezelligheid. En, ja, en als je dan in Almelo gaat voetballen en daar gaat wonen, ja, dan is het net of je een begraafplaats oprijdt. Ja. Buitens! Van den Berg, daar is de 1-2 en daar is de spanning terug. Ricky van den Berg profiteert uiteindelijk toch. De uithaal van Wuitens, de halve redding van Bosker en het succes
voor de Hagenees. Rust. Ik denk dat ik het etiket misschien had, maar in het veld er alles aan deed om te willen winnen. En te moeten winnen. En als het ten koste van mijn tegenstander zou moeten gaan, dan ging het ten koste van mijn tegenstander. Dat eiste ik van mezelf. De Wolf. En daar is alweer een fluitsignaal. Ja, als je tegen al dit soort dingen niet of nauwelijks optreedt, is het terecht dat je aan het eind van dit jaar van de internationale lijst afvliegt. Zoals Hoebe is overkomen. Misschien moet Kistenmaker verstandig zijn en Kraai van het veld halen. Maar dit gaat natuurlijk volledig uit de hand lopen wat hier gebeurt. En dat is de schuld van de arbiter. Bij mij zat alleen maar in mijn bovenkamer. Er is maar één ding wat telt in het betaalde voetbal, in het profvoetbal. En dat is winnen. Ja. En dan moet alles, maar dan ook alles voor wijken. Zondagavond werd ik gebeld door mijn gabbetje. En die zei van, joh, luister. Je grote vriend die heeft zijn neus gebroken. Dat willen ze stilhouden voor de return. Maar bij deze. Vaak denk je, een theater, hè, dan moet je gaan toneel gaan spelen. En dat is ook het mooie van dit concept. Je kan heel dicht bij jezelf blijven. Sterker nog, je blijft jezelf. Omdat het ook over jezelf gaat. Dus hij kwam aanlopen als laatste. En ik denk, weet je, ik zal aardig zijn en vriendelijk zijn tegen hem. Dus ik gaf hem een hand. Ja, tuurlijk. Ik zei, nou, hebben een good game. En ik zie je. See you later. En op het moment dat hij mijn hand losliet, ja, pakte ik hem bij zijn neus. En ik haalde zijn neus een paar keer weer. Ja. Op dit moment heb ik een gelukkig leven. En kan ik de dingen uitkiezen die ik zelf leuk lijkt te vinden. Ja, en ik moet zeggen, ja, weet je, dan laat je even weten dat je op de hoogte bent. En ik moet zeggen, ik heb 90 minuten, heb ik die spits niet in de 16 meter gezien, Koert. En Johan Cruijff, alsof ballet was, wist hij het oog te strelen. Hij wordt gemist door o zo velen. Bij hem leek voetbal echt op spelen. Maar luister, als hij in de sloot gaat, dat is ook weer zo'n regel, dat is ook met voetgolf. Dan moet je zelf moet je hem halen, maar dan zwemmend en je moet binnen 5 seconden moet je uit de sloot zijn. Maar dat hebben we zo meteen wel over. Ja, daar heb ik ook met de sloot. Ik kan niet tegen onrecht en het is nou natuurlijk wat ouder, weet je wel, dus je wordt wat rustiger. Maar vroeger was gelijk. Je kreeg gelijk te horen of er was gelijk. Had jij losse handjes ook? Nee, ik had geen losse handjes. Maar je moest me niet aanraken. Ik raak jou niet aan, jij raakt mij niet aan. Raak je mij 1 keer aan, dan raak je jou 2 keer aan. Ben je rancuneus? Kun jij vergeten? Ik kan zeker vergeten. Weet je naam ook weer? Irritante klootzak. Ja, ben je tekortgeschoten als rolmodel voor de jeugd van toen? Ja, ik ben een voorbeeld geweest hoe je het niet moet doen. Ja, dat ben ik wel geweest. Mm-hmm. Als mens mag ik zeker wel zeggen dat ik een voorbeeld ben. Ik mag van mezelf zeggen, dat weet ik gewoon, ik heb een goed hart. Ik heb altijd voor mensen klaargestaan in mijn leven, op het financieel vlak, ander vlak, maakt niet uit. Dus als mens zeker. Maar als profvoetballer ben ik geen prototype hoe jouw leven moet zijn gegaan. Mm. Zeker niet. Hij is wel op tijd vanavond, toch? Je was in het droomland. En Jury, je weet, de show is morgen. Ja. Okay, nee, jij bent, jij zorgt dat je hier bent dadelijk over een uurtje of zo. Vergeet je ringen niet, hè? Vergeet je ringen niet. Marcel Meeuwis was een aardige mid-mid. Aardige mid-mid? Nou ja. Hoor. Aardige mid-mid. Ik kon op 13-jarige leeftijd een contract voor 4 jaar tekenen bij Anderlecht. En waar ik eigenlijk al meer geld ging verdienen dan mijn vader. En eigenlijk absurd. Ik zou dan naar Brussel moeten verhuizen. Intern zitten met andere jonge spelers. 5 dagen per week. Ja, en gelukkig heb ik dat ook niet gedaan. En gekozen voor mijn studie. En gewoon om lekker bij mijn ouders te blijven wonen.
Maar inderdaad, ik kon een aardig contract tekenen al, ja. ADO-Ajax is een beladen wedstrijd, altijd geweest en zal het altijd blijven. Ja, en als die dan zo verloopt, ja, dan is het logisch dat, daar, dat dat op het geheugen blijft staan en doen. Van den Berg met één vuistje en dan de bal van de lijn gehaald. Dat blijft je achtervolgen, denk ik, hè? Die scène. Vind je dat vervelend? Ja. Ja? Ja. Waarom? Ja, omdat ik niet herinnerd wil worden als een keep, als een, iemand die 20 minuten op goal heeft gestaan. Ik wil juist als voetballer herinnerd worden. Maar ja, schijnbaar heb ik niet goed genoeg mijn best gedaan om dat voor elkaar te hebben gekregen. Ja, ik heb wel een paar ballen gepakt, ja. Ik had er wel één schot van Eriksen, volgens mij, ja. Die ik met mijn voet pakte. Ja, ja, het is, je kan erover lachen en het is leuk geweest, maar meer ook niet. Maar deze man, zoals je ziet, die heeft nog een mooie bos met haar. En hij was er ook verschrikkelijk trots op. Waarom, weet ik niet. Is het dood als ik weet niet wat, maar goed. En je vertelt niet alles, denk ik, hè, op het podium. Daar is geen tijd voor. Nee. En die zweefduik van Persie was beslist fenomenaal. Maar toen hij die vrije trap stal van een verbaasde Van Hooijdonk. Dat is pas echt een mooi verhaal. Loop door, Danny! Danny, zak in, gaat voor hem staan, voor. Kan wel eens een keer voorkomen dat ze een mindere dag hebben, maar ja, weet je. Dat hadden wij in het betaalde voetbal ook. Patrick! In principe wil je elke speler een team beter maken. Want dat, ja, dat is volgens mij ook een opdracht voor een trainer. Wat dit doen, kom! De kant! Ga maar, 3-2! Klasse, Roy, klasse, jongen! Ambities naar het betaalde voetbal als hoofdcoach, nou, die heb ik niet. Want... Nee? Nee, als had ik dat al lang moeten doen voor mezelf. Ik denk, ik ben nu 54. Ja, om nu nog een cursus te gaan doen. Dan had die drive zo erg in mijn eigen ikkie moeten zitten. Nou, dat heb ik niet. Haal uit! Voetbal, jammer! Als je geblesseerd blijft liggen, ja, dan staat de camera vol op jou. Ja. Als die camera vol op jou staat, ja, ik was wel zo slim om ergens te gaan liggen met het bord waar ik met de sponsor afgesproken had. Oh nee. Ja, en dan had ik mijn wedstrijd gespeeld, dan ging ik naar de businessclub en dan ging ik met een mooie envelop naar huis. Koeman ook verloren thuis, Leicester. En wat heb je zelf gedaan gisteren? Ja. En met een fles erbij en een spanje. Zeg maar even je ringen, want er stond een podium met de show. Maar eentje pakt wel die ringen vast. Ben jij een nieuwe rebel hier? Nou, ik kom eens even kijken wat er allemaal gaat gebeuren hier zo. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Maar het is een surprise act, toch? Het is wel een soort van een surprise act, ja. Welkom, Jury van Gelder! Ik ken een aantal mensen al sowieso, dus ik vind het gewoon leuk om met collega-sporters of ex-sporters zeg maar, op te trekken. Dus nee, in dat opzicht voel ik me erg thuis. Ja. 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 Net als Koeman, hij heeft een trap, weet je wel. Die bal die draait ook niet. Heb je het tegen je zoon verteld? Ja? Ik zeg, luister, ik ben precies een voorbeeld hoe jij niet nooit mag worden. Ik maak ook altijd grapjes, hij wil altijd betaald voetballen. Ik zeg, nou, als je het wordt, zeg, mama let, papa let op je voetbal en mama let op je geld. Nee, nu kan ik dat wel, hè? Maar het is gewoon om een voorbeeld te geven aan hem. Weet je, van luister, dat papa echt een stomme eikel is geweest op verschillende vlakken. Alleen, hij weet ook dat papa een heel goed hart heeft.
Weet je? En dat, dat ik, als ik dingen terug kon draaien, dat telt voor iedereen, dan zou je dingen terugdraaien. Maar de fouten die ik gemaakt heb, zijn niet uit de slechtheid van mijn hart, maar uit de domheid van mijn verstand. Ik kan niet tegen onrecht. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar ik kan niet tegen onrecht. Ode aan de rebellen. Ik zal mijn kinderen vertellen hoe Tsjech met een lambada wat pingels heeft gestopt. En hoe Zidane ooit Materazzi zowat zijn eigen goal heeft ingekopt. Ik heb nooit echt dat ik dacht van, nou, deze speler die heeft mij vandaag het pakhuis ingespeeld. Nee. Nee, echt niet. En ik keek ook nooit tegen iemand op. Ik had meestal een bloedhekel aan ze. Ja? Ja, omdat ik het merendeels de goede spelers waren allemaal heel erg arrogant of misselijkmakende gasten, weet je. Na 30 minuten komen we 0-2 of 0-3 komen we achter. En hij zegt tegen mij, warm lopen. Dus ik zeg, ja, wat moet ik nu nog doen dan? PSV, 0-3, dat is klaar. Dat is kansloos. Ja. Hij zegt, niks mee te maken, warm lopen. Van den Berg loopt zich warm. Dus ik schuffel 4 keer heen en weer langs die lijn. En ik moet erin. En er is een ingooi voor PSV. En ik neem eigenlijk gelijk mijn positie achter Afvalij in. En Pieters die gooit Afvalij aan en ik schaar van achter helemaal af. Afvalij. Oh. Het is rood voor Van den Berg die nou 5 minuten in het veld heeft gestaan. Ik heb me eigenlijk niet eens gedoucht. Ik heb mijn pak aangetrokken, stropdas over me heen. En zoals jullie weten, ik woon 3 minuten van het nieuwe Adelstadion vandaan. En ik heb de tweede helft thuis op de bank gekeken. Ja, is echt waar. Op scheidsrechter had je het ook niet. Ja, vreselijk. Vreselijk. En er lopen er een paar bij. Echt. Die Richard Liesveld, dat is echt mijn grootste. Wat een misbak, zoals dat zeg. Oh, sorry dat ik het zeg. Heb je het ook wel eens tegen hem gezegd? Ja. Ja. En toen gaf hij me rood. Hij heeft mij 2 keer rood gegeven. En dan is er rood getrokken door Liesveld. Niet helemaal duidelijk wie er nou rood heeft gehad. Ik denk Ricky van den Berg. Bij hem zie je gewoon het gluiperige op dat moment ervan afstralen. Weet je, zo lekker van... Uiteindelijk lacht hij toch het laatst. Dat is ook zo. Hij lacht ook het laatst, maar... Ja, ik zal er niet... Als vrouw zou ik er niet opgewonden van raken, van zo'n man. Nee. Ik had zo'n auto, weet je, best wel zo'n sportwagen, zo'n 8-serie. En dan stond er 270 kilometer stond op die teller. En dat redt hij gewoon. Was er een moment dat je het helemaal niet meer zag zitten? En dat je dacht van, de groeten? Ik was zo teleurgesteld in mezelf en zo boos. En dat ik was dan ook heel impulsief. Dat ik gewoon vond dat ik niet waard was om deze maatschappij rond te lopen. Ja, toen had ik iets van 18 slaappillen had ik toen ingenomen. Waar ik slaappillen voor kreeg, dat ik toen voor mijn blessure, weet je, omdat ik niet kon slapen, zo van de pijn. Had ik 18 ingenomen. Nou, dat heb ik geluk gehad, ja. Dat ze me gevonden hebben. Technisch gesproken was het dus geen vreemdgaan. Zo, jij bent ook grappig, jij. Ja, 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 ja. 5 minuten later was ik gewoon echt dood geweest. Vergeet nooit in het ziekenhuis, was een gesloten vaatziekenhuis. Dan had ik een ding in mijn, een slang helemaal in mijn keel, zo, weet je. Dan kwam allemaal zwart spul kwam eruit, weet je. Wat ze ingespoten hadden, man. Vergeet nooit meer, vergeet nooit meer. Die zet zijn hand op zijn pistool. En die wijst naar mij en die schreeuwt keihard, staan blijven, politie! Het zit wel in mijn kop, weet je wel, dat je gewoon... dat je zo laf bent geweest om dat voor, tegen jezelf te doen, zeg maar. Om uit de maatschappij te stappen. Weet je moet gewoon blij zijn dat je gezond bent. Ja, als je gezond bent, heb je 1000 wensen. Als je ongezond bent, heb je maar 1 wens. En dan ben je gezond en dan ga je dat doen. Dus dat disrespect, jongen, naar het mensenleven, zeg maar. Ode aan de rebellen. Over Maradona's meestersolo, de hele wereld zot. Maar we praten nog het meest en liefst over de hand van God. Ik heb in Den Haag in een fopwinkel een doos met stinkbommen gekocht. Ik neem die doos mee naar Almelo. Nou, voor de training, ik haal zijn shampoofles uit de tas. Ik gooi 2 van die capsules stinkbommen in die shampoo, goed schudden. En terug in die toilettas. Ik durf te zeggen dat ik misschien in mijn periode een van de beste traptechnieken van de Eredivisie had. Ricky van den Berg, geplaatst in de lat. Nu is het weer de lat. Hoe is het mogelijk? Op een gegeven moment riepen analisten, ja, dan moet hij die vrije trappen misschien maar niet meer nemen als hij toch maar op de lat schiet en doen. Maar dan gewoon schijt dan. Oh, de lat! Ik heb zelfs meegemaakt dat de commentator het al van tevoren zei, nek uit. En dan zei hij van, de eindredacteur zegt nu dat deze bal op de lat gaat en ik schoot hem op de lat. En ik hoor zojuist van onze eindredacteur dat deze bal op de lat gaat, dus je bent gewaarschuwd. Ah, ja, dat is niet waar. Hij heeft het weer voor elkaar. Werd je er radeloos van? Nee. Nee, joh, ik kon er wel om lachen, joh.
En je sliep er ook niet slecht van? Nee, ben je gek. Nee, ik lag nergens wakker van. Nou, ik heb wel een mooi verhaal. Vertel. Ik zou samen met mijn maatje Henk Vrezen, Regie Blinken, in zijn eigen huis overvallen. En wat hadden we bedacht? Hele oude trainingspakken, bivakmutsen, knuppel. Maar ook een pistool. Heb je zelf een probleem met ouder worden? De 50 gepasseerd zijn? Ja. Nou ja, kijk, mijn vader is 58 geworden. Ik ben nu 54. Het gaat wel eens door mijn hoofd heen van... ja, weet je, dat hij nog maar over vier jaar... dan hield het leven op van mijn vader. En... ja, ik denk dat op het moment dat ik die leeftijd behaald zou hebben... dat er een... ja, misschien wel een... ik moet het niet gaan overdrijven... maar wel een soort psychologische druk van mijn schouders af zou vallen. Ja, dat klopt. Ja. En op een gegeven moment hoorden we zo van boven van... Hey, wat moet dat in mijn tuin? Heel stoer, hè? Dus wij kijken zo omhoog en er stond een regie. Dus die gabber van ons, die pakt het pistool en die richt het op hem. Maar er zijn wel eens momenten dat je daaraan denkt. En nu dat we het nu zo over hebben, ja... Moet ik zeggen, dan krijg ik het wel warm, ja. 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 Dan komen er wel bepaalde gevoelens naar boven. En, ja. Bepaalde herinneringen. Wij komen aan en kloppen op die deur en doe open. En toen hoorden we achter die deur... Ja, maar waarom moeten jullie mij dan hebben? En weer klap op die deur, doe nou maar open. Ja, maar waarom ik dan? Het is ook niet raar op het moment dat hij overleed... dat ik een aantal maanden later stopte met voetbal. Ja. Ik had geen plezier meer er meer in. Dus het einde van je voetbalcarrière... had een directe relatie met het overlijden van je vader? Ja. Ja, mijn vader heeft mijn laatste wedstrijd in de na-competitie... Sparta Helmondsport heeft hij bekeken. En die schoenen die ik toen aan had... die heb ik meegegeven in de kist. Ja. Mooi. Ja. Ik pak hem bij zijn dreadsbeet. Ik neem hem mee zijn kamer in. Ik gooi hem op zijn bed. Ik pak het pistool en ik zet het zo op zijn voorhoofd. Het enige wat ik hoorde was... Ja. Voetbal is de allermooiste van echt allebei zaken. Maar ik dank alle rebellen, omdat juist zij onze lievelingssport nog zoveel mooier maken. Want niemand wordt geboren als rebel. Behalve Glenn Helder. Glenn Helder werd dat wel. En natuurlijk. Zij de bluesie aan.